vroeger zouden dit groepje rammen zou gewoon hier blijven rondlopen zijn op dit veld, 's nachts. Die konden zich prima redden. Het is afgerasterd, dus ze kunnen er niet uit. Ja, het is sowieso best een zwaar beroep. En het maakt het er niet makkelijker op, laten we het zo zeggen. Maar soms loop je ook wel een uur, anderhalf uur te zoeken voor je ze allemaal bij elkaar hebt. Je wil ze tellen, want je wil zeker zijn dat je het laatste dier ook in het nachtraster hebt. En dan ga je stroom meten en dan blijkt er geen stroom op te staan. En dan moet je gaan zoeken waar er ergens een tak en liefst geen boom op je raster ligt. Ja, het is de ene week wel eens wat meer dan de andere, maar ik denk gemiddeld dat we wel kunnen zeggen dat we een 20-tal uren meer kwijt zijn bij deze kudde. Wij vinden het belangrijk dat we er alles aan doen dat die wolf geen dieren van ons kan pakken. Dus daar hebben we op zich geen moeite mee, maar het is niet vergoed. Dus je draait veel meer uren voor dezelfde vergoeding. En daar zou misschien wel wat aan mogen veranderen.